Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 2. Het is vandaag zondag en ik heb een mini katertje, maar niet heel erg. We gaan vandaag een kast halen uit mijn opslag en die hier neerzetten. Dus dit is mijn gamekamer, maar er is nog niet echt veel gamekamer aan. En hier komt dan die kast te staan. Dus die gaan we nu ophalen met Roy. We zijn een beetje in de haast, dus ik spreek jullie later. Oh, ik ben net te laat met de camera erbij pakken. Het boek of iets? Oké, we zitten in de auto nu. We hebben de spullen allemaal ingeladen in een paardentrailer. Vet lief van de moeder van Nicky dat we die mee mochten nemen, want dat scheelt echt een hele hoop. Ik heb echt bijna alles uit mijn opslag mee kunnen nemen qua meubels. Dus dat is wel fijn, want die kunnen we dan allemaal ergens neerzetten bij Nicky in huis. Ik hoop dat het allemaal gaat passen. Het is best een hoop zoals je het zo in de trailer ziet. En Nicky wordt er super chagrijnig van. Dus ik hoop ergens dat het, als het dadelijk allemaal staat, dat het heel netjes is. Want anders wordt het één grote bende en ik wil niet meer in een bende leven. Dat heb ik al eerder gedaan en dat ga ik niet meer doen. Dus ik kan niet wachten om de boel netjes in te gaan richten. We moeten nu gauw naar huis, want we moeten om 1 uur naar een baby shower en het is nu 12:30. Oh, dat is echt een groot stuk. Ja? Het begint. Hier word ik heel sip van. Zooi. Dicht. Ja, moet je goed dicht klikken. Nou, ook dan kan die wel. Nou, ik weet niet. En dit is hoe het nu eruit ziet. Het is nog niet helemaal klaar. Maar wel klaar voor vanavond. Want ik kan niet zo heel veel meer doen dan dit. Ik ben echt helemaal kapot van het verhuizen. En dit was echt 1 trailertje wat verhuizen. Oh, ik ben echt zo klaar met verhuizen. Ik wil nooit meer verhuizen. Ik denk dat ik een eind aan deze video ga maken. Omdat het is al best laat. En ik moet er ook nog editen. En morgen ga ik op pad met Merle, een vriendinnetje van mij. Gaan we shoppen in Den Bosch. En dan ga ik s'avonds streamen. Dus ik ben benieuwd wat morgens vlog ons gaat brengen. Dankjewel voor het kijken. Alweer Vlogmas Day 2 zit er alweer op. Het Vlogmas Dag 2. Dankjewel voor het kijken. Geef het een duim omhoog. Vergeet niet te commenten. Iets leuks. En dan zie ik jullie heel graag morgen bij Vlogmas Dag 3.